Met een antieke camper door het land. Een zoektocht naar onbekende trekpleisters en uitstapjes. Beb en Cyril, die elkaar tot voor kort niet kenden, reizen op dit moment door het land. Van kleinschalige museumpjes tot aan bijzondere bouwwerken. In Expeditie Man bij het Hond. Goedemorgen. Good morning. Al lang wakker? Ik niet, Beb wel. Ja? Ja, Beb was om 7:30 en ik heb lekker in de tent liggen slapen tot 9:30. En? Kom ze me wakker maken. Ik kon niet slapen vannacht. Het was te veel, alles wat je meemaakt. En ik zei van, Cyril, we nog wakker. En ging het tentje zo bewegen en dan ging het ritje ging open. En het kopje kroop eruit. En was heel schattig bij jij, 's ochtends vroeg. De eerste nacht, hè? Ja, wauw, hè? Het was, ik heb echt heerlijk geslapen. In de camper? Ja, achterin, bedje gemaakt, dekbedje over me heen. En toen vriendje gebeld en gezegd, en dan plotseling... Dit is het sanitair gebouw? Nou ja, dat was heel erg spannend, want dit is het. Meer heb ik niet gekregen. Ook wassen en dergelijke is nergens iets. Dit is mijn wc. Nou, best luxe toch? Ja, en dan gaat dat open. Dus dan kun je lekker poepen en plassen. En dan doe het maar eens. Vind jij maar zo'n plekje hier in Nederland. Poepen en plassen bij het IJsselmeer. Het was een zware nacht, Cyril. Ja, niet echt zwaar. Het is meer dat je op deze plek staat en je hoort van alles. En het is ook de eerste dag van met Beb op reis in de camper, waar we allemaal al mee hebben gemaakt. Ben je al klaar, Cyril? Ja. Oh god. Nee, je bent nog niet klaar. We gaan boodschappen doen. Boodschappen? Ja, we gaan lekkere dingen halen. Deze. En deze. Nee. Ja, ze is nogal op de calorieën qua lekkere. Ze heeft een hoge energieverbranding, kan ik zeggen. Maar later lekker gaan, want ik denk. Het is vakantie. Jullie trekpleister van vandaag is misschien wel de lugubere kerk van. Wjord. Zou dat die kerk zijn? Ik denk het. Goedemiddag. Hartelijk welkom hier in de heilige Nicolaaskerk in Wiewet, Hennibon van Ochzee. Welkom in de heilige Nicolaaskerk in Wiewet. U bevindt zich hier in de kerk waar iets unieks is. Dat is een grafkelder. Dit zijn ze dan. Oh, een mannetje. Ja. De natuurlijk opgedroogde, verleerde mummies van de familie Walta. Dit is toch schitterend? Kijken. Dit is ook geen skelet, hè? Dit is niet echt. Je ziet die ribben. Die ribben zie je niet. Je ziet niet het doodshoofd. Het is echt nog een gezicht wat je ziet. Ja, je weet dat het ooit mensen zijn geweest. Je weet dat het ooit levende wezens zijn geweest. Maar als ze hier zo liggen, dan denk je ook van, ze hebben een laatste mooie plek gevonden. Wat vonden jullie ervan? Wel. Oh, ja, ik ben er stil van. Ik vond het indrukwekkend en nooit geweten dat mummies in Nederland bestaan. Jullie zijn uitgenodigd om een nacht door te brengen op de boerderij van boer Frans in Zwaan, Westerland. Ik hou van die man. Ja, ik hou ook van hem. Dat is heerlijk. Maar ik wil ook een douche tussendoor. We gaan. Kom. Douchen. Kom. Ja, ik kan er heel veel.
Kom maar, hè. Ga je maar door. Oh, maar volg het door. Oh. Drie, hè? Drie. Ah. Hallo, hoi. Feest van me. Binnenkort gaat de camper richting Zwolle. Heeft u een tip over wat ze daar absoluut niet mogen missen? Ga dan naar expeditiemanbijton.nl.